Corruptieve praktijken bij de dependance van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer in Kommewijnen hebben ertoe geleid dat RGB-minister Roline Samsudin ertoe overging om het te ontmantelen. Het personeel van deze dependance werkt sinds eind vorig jaar op het hoofdkantoor. Samsudin zegt dat grondpapieren naar willekeur werden behandeld. Ook kwamen personeelsleden niet op tijd op kantoor. Dat dependance, het was opgezet met de bedoeling om de mensen een beetje tegemoet te komen, dat zij dicht bij huis hun zaken konden afhandelen. Maar het blijkt dat daar er willekeur is ontstaan. We hebben daar heel wat stukken ontdekt van belanghebbenden die hun bereidsverklaring al hebben hadden aanvaard en die hun stukken niet zijn opgestuurd naar hoofdkantoor. Begrijpt u? Maar er zijn net enkele. Dus degene die men vond, ja, deze kan ik wel sturen. Dus er was willekeur bij. En dat kan niet. Verder kwam men soms 9 uur voor gesloten deuren te staan. Als men iemand wil spreken, moet men pas 10 uur 's morgens komen. En om 2 uur als je belt, dan zijn er geen mensen meer op kantoor. Dus het was een beetje onoverzichtelijk. Dus we willen het eerst gaan ordenen. Personeel is nou in Paramaribo, loopt het vlotter? Ja, ze zijn ingezet hier, want we hebben hier veel werk. De minister deelde verder mee dat op kort termijn er wederom grondpapieren zullen worden uitgereikt. Nu, we zijn bezig met Coroni en Para, dus wij werken daaraan. En binnenkort doen we ook Paramaribo, maar het is echt veel. En er moet ook in Para is er een grondig onderzoek nodig, want ook daar is er heel veel zaken aan het licht gekomen dat niet juist zijn. Wat gaat met deze mensen gebeuren die corruptieve handelingen plegen? Nou, we moeten kijken wie vervolgbaar is en wie niet vervolgbaar is. Want meestal ligt de dader op het kerkhof. Je kunt ze niet vinden. Aldus minister Roline Samsudin van het ministerie van ROGB. Ze gaf aan dat vanwege corruptieve handelingen het uitgeven van gronden nog niet kan vlotten.